Ik kan niet lachen op een camera. Nep? Nee. Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Mensen die mij kennen weten dat ik grip ben op de Primark en dat ik er elke maand wel kom. Voor kleding, maar ook wel eens voor make-up. En nu, ik ga het niet te lang maken, maar ik had de Primark Instagirl make-up gespot op Instagram. En toen kwam ik in Almere, waar ik vaker kom, zag ik zo'n mega bord promotie Primark Instagirl make-up. En toen kwam ik daar binnen. En het enige wat ze hadden waren, wat was het nou? De nageldingetjes of zo van Instagirl. En volgens mij was dat het op één lipstick of iets. Toen was ik echt teleurgesteld. En nergens wisten ze wanneer het kwam. Toen ging ik een keer met Ruud mee naar school in Delft. En toen ging ik naar Den Haag, naar de Primark. En daar vond ik de Instagirl make-up. Deze, dit is de enige die ik ook inmiddels bij anderen voorbij heb zien komen. En ik dacht van, ah, anderen hebben hem dus ook al gespot. Ik ben niet meer heel origineel. Dat is de blauwe poeder. Dit is dus echt een beetje van die foto-finish make-up. En de rest heb ik nog niet gezien. Dus daar ben ik blij mee, want ik vind het leuk om video's te maken die jullie niet al bij allemaal grote YouTubers hebben gezien. Dit is de Face Perfecting Prime en Anti-Shine Balm. Dan heb ik de Instagirl Perfecting Stick. Dan heb ik iets waar ik heel erg benieuwd naar ben. De Instagirl Plump Lip Gloss. En de Instagirl Flash Photo Gloss. En die is dus ook blauw. Ik heb een nieuwe camera, dus ik moet even wennen. Dat is deze. En dan heb ik een liquid lipstick. En dit is de enige kleur die ze nog hadden. Dus daarom heb ik hem gepakt. Want ik wilde hem wel voor jullie testen. Dan heb ik ook nog iets wat ik eerder al een keer voor jullie had willen testen. Die ga ik misschien ook even gebruiken. De Sculpt & Blush Kit. Deze dupes die je ook al bij de Action had gezien. Die heb ik jullie ook laten zien. Maar dit is er eentje van Primark. Dus die kan ik ook nog wel even voor jullie testen. Vond ik ook heel erg leuk. En de Precious Metals Liquid Glow. Dus de laatste drie producten zijn niet Instagirl. Maar vond ik wel leuk om het een beetje wat completer voor jullie te maken. En ik heb dus geen foundation of iets. Niet een complete look, maar wel veel leuke producten. Dus heb je zin in deze video, vergeet geen duimpje omhoog te doen. En als je hier nieuw bent, vergeet niet te abonneren als dat je leuk lijkt. En dan gaan we nu lekker beginnen. Ik weet niet heel erg goed wat het verschil is tussen deze twee producten. Maar laten we gewoon eventjes naar gaan kijken. Dit paletje kost 4 euro. Oh, er staat hier balm en sponge. Dus er zit één product in. Ik vind het er sowieso super mooi uitzien. Ik vind het ook fijn dat het in doosjes zit, want het is daar vaak heel erg smerig. En ik had er wel op gelet dat dit er nog op zat, deze seal. Dus ik neem aan dat deze nog niet gebruikt is. En dan kunnen we hem zo openklikken. En, oh, dit ziet er wel heel erg mooi uit. Dit is het. Het glijdt heel erg makkelijk. Ik denk dat het zelf best wel een heel erg siliconen iets is. Maar ik ben wel heel erg van de primers, want ik behoorlijk snel ga glimmen. Multi-use balm can be worn alone, under or above make-up. Oké, dat is dus heel vaak zo. Ik ga gewoon met dit sponsje erin. Ik vind het zelf best wel raar om dit, ja dat dacht ik dus al, met de spons aan te brengen. Ik heb er meteen, ik weet of jullie het zien, ik hoop het, een gat in gemaakt. En dat zit hier nu op het sponsje. Er zit hier meteen een hele kuil. Ik denk op zich dat dit wel zijn werk zou moeten doen. Ik vind het wel heel erg vettig overkomen. Het lijkt bijna op een soort van vaseline. Ik maak echt hele gaten in het product. Kijk. Hele gaten gewoon. Tot nu toe vind ik het niet heel fijn voor de onderhuid. Ik ben trouwens ongelooflijk rood. Ik heb net in de zon gezeten. Het is een hele mooie dag. Ik vind dit persoonlijk niet fijn voelen. Het voelt vrij vet. Alsof er echt een siliconenlaag op mijn huid wordt gelegd. Ik kan me wel voorstellen dat het een goede basis is voor foundation. Want het maakt het wel heel erg glad en even. Dus ik denk dat het meer is zodat je huid hebt natuurlijk gewoon is niet helemaal glad. Dus dit legt er dan een soort van laagje op om het glad te maken. Zodat je daar mooie foundation overheen aan kunt brengen. Dat denk ik wel. Nou, dat was deze dan. Ik ben benieuwd wat het verschil is met deze stick. Die kost 3,50. Primes skin and minimizes the appearance of pores. Dat is deze stick. Oh, die is heel erg kort. Dit is de Max. Die ziet er zo uit. En hier staat verder niet bij van het is voor daarna of ervoor of wat dan ook. Ik gebruik nog wel even dit spiegeltje. Ik vind het wel een heel erg mooi paletje. Oh, dit voelt nog iets. Dit voelt iets plakkeriger. Iets minder heel glad, maar iets plakkiger. Zo voor iets wel goed aan zou blijven plakken.
voelen allebei hetzelfde. Ik vind het gek, want ze hebben best wel weinig producten van Instagirl. En dan maken ze hier eigenlijk twee producten die heel erg op elkaar lijken. Dus dit is wat handiger dat je meteen een applicator erbij hebt. En dit is wat handiger omdat het wat kleiner is. Ja, het maakt je huid gewoon heel erg zacht. Echt er een laagje op. Dus ja, zal ik dan nu gewoon even mijn eigen foundation gaan aanbrengen. Mochten jullie benieuwd zijn wat voor make-up ik gebruik. Ik heb een Brother Does My Voice over. En daarin zie je best wel welke producten ik gebruik. Een paar producten zijn nu iets anders. Dus mochten jullie nog een updated make-up routine willen zien. Dan kun je het weten. Ik ga even mijn concealer en foundation doen. Oh, ik merk. Ik zit te denken, ik kan het even vertellen. Ik merk dat als ik nu een concealer onder mijn ogen doe. Dat het minder in de lijntjes trekt. Doordat ik nu een primer. Ik gebruik altijd een primer van Smashbox, een groene. Maar die is niet zo siliconenachtig. En ik merk hier dat ik nu mijn concealer onder mijn ogen doe. Het is al minder droog. Kennen jullie dat je concealer op doet en dat het best wel droog voelt? En doordat er nu een soort van zacht laagje onder zit. Ja, trekt het wat minder in de lijntjes. Dus nu even mijn foundation. Ik merk wel heel erg verschil dat ik een primer heb gebruikt. Ik merk het echt. Ik denk eigenlijk ook dat je daardoor, je foundation trekt daar natuurlijk wat minder in je huid. Maar daar heb je ook iets minder foundation nodig. Het ziet er best wel egaal uit. Ik dacht ik ga gewoon nu door met de foundation en zien jullie daarna. Maar dat is wel goed. Natuurlijk, dit is wel een goede test of de primer een beetje wat heeft gedaan. Het ziet er best wel egaal uit. En het voelt ongelooflijk glad. Het voelt echt heel erg fijn. Dus zoals ik al zei, welke van de twee daar nou precies aan ligt. Ik denk dat ze allebei wel ongeveer hetzelfde doen. Dus dit voelt fijn. Dan gaan we nu denk ik eventjes over naar de Flash Photo Powder. Dit is de poeder. En er zit geen glansje in. Het ziet er gewoon echt uit als een translucent powder, maar dan blauw. Staat er nog wat op. Hier staat wel op wat de ingrediënten zijn. Dat is wel raar dat het bij het andere niet staat. Dat is best wel raar, hè? Oh, er staan wel gewoon ingrediënten op. Voor de mensen die er verstand van hebben, ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Geen idee. Ja, silica. Siliconen. Oké, er zit siliconen in. In die andere stiek ook, denk ik aan. Laten we de poeder gaan testen. Oh. Oké, dit heb ik al vaker bij wat goedkoper gaan werken. Vind ik toch wel dat je... Kijk. Zagen jullie die? Heel veel poeder. Wat denken jullie? Gaat er echt een heel blauw effect komen of zal het meevallen? Ja, ik zie wel. Je ziet wel dat het blauw is. Zoals je, want als je een translucent powder gebruikt, een witte, zie je natuurlijk niet dat het wit is. Ik bedoel, als je echt heel veel gebruikt, weet ik wel dat je met een flits soms zo'n waas kan krijgen. Dat heb je ook bij normaal poeder, maar je ziet niet echt dat het wit is. En met het blauwe zie je, hier zie ik nu bijvoorbeeld een beetje blauw. De poeder zelf vind ik heel fijn, want mijn huid voelde nog een beetje, en noem je dat niet mat, maar een beetje plakkerig naar die foundation. En nu voelt het best wel chill. Ik ben wel heel veel poeder aan het aanbrengen, dat het compleet mat wordt. Nog een beetje onder mijn ogen. Grappig, want onder je ogen ben je natuurlijk een beetje paarsblauw en dat corrigeer je dan met oranje slash geel. Dus dat zou betekenen dat dit blauw een beetje het oranje slash gele weg zou halen. Ik vind dat mijn huid er erg mooi uitziet. Ik zie eigenlijk geen blauw. Ik ben heel benieuwd als ik nu een foto ga maken met flits of zo. Zal ik dat eens doen? Ik ben echt alles behalve queen selfie. Ik ben er heel slecht in. Oh, even kijken. Wow, ik kijk alsof ik heel erg ziek ben. Maar je ziet geen blauw. Het is wel, mijn huid is anders dan als ik normaal een selfie zou maken. Een beetje bleekjes. Ik zie geen blauwe waas. Er zit vast een hele lichte, alsof je je foto's bewerkt en de filter gewoon van 50 in het midden naar bijvoorbeeld 40 zou schuiven richting de blauwe kant. Een heel klein lichter blauw effect, maar je ziet niet dat je blauw bent. Dus overal ben ik tot nu toe erg tevreden. Hij voelt heel fijn, mattig. Niet dat ik zeg koop het, want het doet heel veel goed, maar wel dat ik denk van ik heb hem nu en ik ga hem zeker wel gebruiken. Dus ja, allemaal producten dat je denkt, wat is er nou eigenlijk zo bijzonder aan, maar toch... Valt het resultaat me tot nu toe wel. Nee. Zie jij nu een kleur op mijn gezicht, behalve mijn eigen kleur? Grauw. Grauw? Ja, het is een beetje wit. Ik heb deze poeder over mijn gezicht heen, zie je dat? Blauw? Weet je, alsof je het heel koud hebt. Ja, alsof je het heel koud hebt. Oh, dat is wel grappig. Alsof je het heel koud weer. Echt waar? Voordat je wist dat het blauw was. Kijk, ja, meteen al. Niet mooi, hè? Nee? Nee,
denk ik ook omdat ik nu heel groot ben. Oké, ik ga nu mijn ogen afmaken. Wow. Hoe snel heb ik deze gezet? 3 seconden. Oké, die anders niet zo goed. In principe ben ik nu gewoon ready to go. Maar we hebben nog wat producten om te testen. En laten we beginnen met de Plumping Gloss. Deze kost €3,50. Matte finish en plumper powder. Oké, normaal zijn het echt van die glosses die dus en een soort van shiny bevatten waardoor het gaat plumpen, maar ook heel glimmend zijn. Waardoor het dus nog plumpender lijkt. Er komt niet heel veel op het borsteltje, maar het ziet er wel chill uit op zich, het borsteltje. Nou ja, jullie zagen, dit waren mijn lippen net. En nu, eeuw, het kan alle tanden. Het zijn naar mint. Ik ga wel gewoon weer zitten. Het voelt als water. Het voelt heel chill, maar ik hou super erg van mint op mijn lippen. Vooral die, ook op mijn gezicht trouwens. Reinigers waar een beetje een minty effect in zit. Of de EOS lippenbalsem met mint vind ik heel chill. Grappig, want het voelt alsof ik een beetje water op mijn lippen doe. Het is niet kleverig. Het is heel dun, meer als een soort van serum. Nou ja, die laat ik gewoon even zitten. Zodat het zijn werk kan doen. En dan ga ik deze niet gebruiken, jongens. Want dan wordt het te lang. En het heeft er in principe ook niet mee te maken. Maar ik wil wel eventjes naar het shimmer blok kijken. Omdat jullie dat denk ik wel heel erg leuk vinden. €3,50 kost deze. Ik heb hem nog nooit gebruikt. Hij heeft wel wat krasjes erop, zie ik. Ik heb hem wel gebruikt. Oké, iemand in de winkel heeft hem gebruikt, zo te zien. Oh, er komt niet heel veel kleur af. Ik had verwacht dat het een soort van bronzer zou zijn. Maar het heeft natuurlijk ook een shimmer brick. Maar de kleur die ik er nu van af zie komen vind ik een beetje teleurstellend. Terwijl die van de Action bijvoorbeeld super waren. Dus ik pak even deze kleine kwast. En dan ga ik er gewoon een beetje doorheen. En dan maar op de shimmer plek denk ik. Met de blauwe poeder. Het is een hele coole shimmer. Terwijl je dat niet zou verwachten als je dit ziet, dan lijkt het juist wel warm. Ik vind het zo wel mooi wat je nu ziet. Maar tegenwoordig, ik heb het idee dat highlighters maken niet heel moeilijk is. Want al die budgetmerken komen met highlighters waarvan iedereen zegt van wow! Highlighters zijn altijd wel oké. Dus Oké, wat ik heel mooi vind, ik weet het al. Het is geen highlighter, er zitten geen grove of fijne sparkles in. Het is gewoon een geheel. Dus het is een soort van highlighting effect, je ziet het nu ook op mijn neus. Het geeft je een gezonde gloed, een soort van oplichtend effect zonder dat het glitters zijn. Dus wil je niet too much, maar toch is het wel heel erg zichtbaar. Dan vind ik deze erg mooi. Ook weer iets waarvan ik zeg, je hoeft er super zeker naar de Primark te gaan om het te kopen. Maar nu ik hem heb, weet ik ook zeker dat ik deze wel gebruik ga. Ondertussen voel ik mijn lippen, voelde ik even een stuk heter worden. En nu weer minder. En het is inderdaad mat, het is er een beetje ingetrokken. Maar ik vind dat mijn lippen totaal niet dikker zijn. Ik kan eigenlijk wel zeggen dat mijn lippen niet dikker zijn. Nee. Maar toch ga ik deze ook gebruiken omdat ik het gevoel van mint heel chill vind. Dan nu nog even de Precious Metals 3 euro Liquid Glow. Stroke en highlight. Brows, bones, eyes en cheeks. Die gooi ik er gewoon nog even overheen. Oké, dit ziet er wel heel cool uit. Inderdaad, echt als een liquid. Ja, vloeibaar metaal. Ik ben benieuwd, jongens. Ik ben heel benieuwd. Even hier vind ik het op deze kant wat makkelijker. Wauw. Probeer ik dat ook dat je aan één kant van je gezicht zie je het veel beter. Misschien ook wat de zon hier nu opvalt. Wow. Zien jullie dit? Wow, heftig. Ik doe nu ook een beetje door naar boven. Zo. Dit is denk ik de heftigste highlight die ik ooit op heb gehad. Zo hé. Tip alle YouTubers die van extreme highlighters houden, zeg. Oh, sorry. Ik heb een spiegel. Hij is best wel stroperig. Je moet hem echt goed aanbrengen. Wauw.
koud. Die heeft ook heel weinig nodig. Ik heb hier eigenlijk al wat te veel. Heftig spul, hè? Dus die zou ik zeker halen voor 3 euro. Als jij op zoek bent naar die highlight. Ik ben zelf niet een enorme fan hoor, van Mega. Het trekt heel erg in je huid, dus het zou er niet afwaaien of zo. Ik weet dat ik nu extreem veel heb hoor. Oké, cool. Dan is nu de laatste stap. Oh nee, eerst nog eventjes de... Laten we eerst van liquid lipstick gaan. Oké, dit ziet hier heel erg gebruikt en knoeierig uit. Ik vind deze kleur echt niet mooi. Ja. Jongens, wat is dit voor kleur? Doe dit goed op foto's? Ja. Wat is dit? Wordt die mat? Want dan duurt het wel best wel lang. Intense Liquid Lipstick. Full Color Satin Finish. Oh, dat is wel heel mooi. Moet je niet doen. Vitamine E. Hij bracht inderdaad super zacht aan. Setting. Dan wordt hij volgens mij wel... Toch hij wel best wel... Hij bracht heel erg chill aan. Een heel klein beetje doorschijnend. Een tweede laagje meteen super dekkend. Dus niet als je er nog een keer overweegt dat het dan de eerste laag weghaalde. Geef weg. Ik ga nu eens voor de grap foto maken. Om te kijken of ik nou nu echt Instagirl ben of zo. Ik ben zo slecht in selfies, jongens. Oh, wat verschrikkelijk. Oh, dit is lelijk. Nee, dit is helemaal niks. Oké, volgende stap. De lipstick eraf halen. Hij plakt als een gek. Ik neem niet dat hij mat gaat opdrogen. Ik vind het heel lelijk. Ik ga het er nu afhalen. En dan gaan we de lipgloss testen. Ik ben echt zo'n persoon, als ik iets lelijks op mijn gezicht heb, dan wil ik het liefst gewoon zo verbergen en eraf en weg ermee. Ik vind het verschrikkelijk. Sorry, ik heb net een stukje pizza van heb gegeten. Laatste stap. Instagirl Flash Photo Gloss. High shine gloss with blue pearls to bring out the white in your smile and volume in your pout. Ik hou tegenwoordig heel erg van gloss. Het begint ook wel weer helemaal hip te worden. Ik heb een hele helder niet meer van de... Het ruikt heel ranzig. Ik ben helemaal niet meer van de liquid lipstick. Dit ruikt alsof ik mijn make-up filter nog heb laten liggen. Heel dik, maar niet plakkerig. Dus dat is chill. Chill gloss. Ik zie geen blauw. Het reflecteert heel erg het licht. Dus misschien is dat wat ze bedoelen met een soort van, weet je, reflectie. Als je dan met een flitsen foto zou maken. Nou, foto. Ik kan niet lachen op mijn camera. Nep? Nee. Met tanden lijken... Jongens, dit is verschrikkelijk. Met andere lijken eerder geler. Oké, eindconclusie. Alles is prima. Deze kleur en deze vind ik niks. Wat echt gewoon goed was, of is, is dit. Als je ervan houdt. Voor de rest. Oké, niet boeiend. Voelt lekker op je lippen, maar ook niet boeiend. Oké, maar niet boeiend. Prima poeder, totaal niet boeiend. Beter haal je gewoon een wit of een bruine. Niet boeiend. Niet boeiend. Heel lelijk. Goede highlighter, maar heb je tegenwoordig overal wel. Allemaal prima. Het gaat kan er allemaal mee door. Het is allemaal voldoende, maar ik zou het niet gaan halen. Dus dat is wel handig om te weten voor jullie, denk ik. Hoop ik. Uiteindelijk heb ik gewoon een mooie look. Vooral die glow is echt heel erg mooi. Ook die shimmer brick eronder vind ik mooi, omdat het een beetje een bruin tintje heeft. En ik zie er gewoon goed uit. Ik ga ze oppassen. Niet dat het daar erg uitmaakt hoe ik eruit zie. Maar ik kan gewoon zo prima de deur uit. Maar het is niet boeiend. Ik heb make-up die 10 keer fijner is van Essence of Catrice. Dus dit is niet interessant. Het is wel duidelijk, denk ik. Vond je deze review handig? Vond je deze video leuk? Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Wil je vaker Primark make-up video's zien? Of Action of Essence? Wat dan ook. Laat het weten door middel van een duimpje en een comment. Ik hoop dat ik jullie zaterdag om 9 uur zie met een andere video. En misschien tussendoor nog met een extra video. Heel erg bedankt voor het kijken. En hopelijk tot dan. Doei!